Oké, hopelijk ben ik nu goed te verstaan. 30% zit je ongeveer. Inactive in 40 seconds, wat? Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? De bridge ook echt een bridge. Yeah. Wat doet ze wrong? Sorry, sorry. I don't know if this helps. I haven't looked at the map yet. Oh, the bridge is voor vlogpunten. Oké. Don't claim it, don't claim it, don't claim it. Don't. Don't claim what? Niet de bridge claimen, het zijn twee vakjes maar en ik heb één vakje al. Oh. Alex, claim it! Gewoon in de hoekjes van een map of zo doen, dat we kunnen tegenzetten als ze meer mankracht krijgen. Heb je al gedrukt? Nee, nog niet. Je hoeft niet te fluisteren, wij zitten ook hier luid te spreken. Halilla! Ik let ook eigenlijk nu echt totaal niet op. Ja, let op. Ja, shit. He boxed himself, he got out! Where did Henry go? He vented out! Oh no, I gotta find him! I am on his trip! I don't know why I put the top left in there, but okay. Is goed, is goed. Kost meer tijd om hem terug te krijgen. Henry! I saw you vent! I just gave him an idea. Ook gewoon rechtsonder, Alex. Wat bij jou daar? Rechts onder, gaan waar je bent. Niet mijn propak pakken. Niet mijn district. Oh nee, waarom doe die dubbelklik? Trouwens, je zwijgt de video te kijken, maar ik ben hier aan het opnemen. Ik heb hem nu pas in de gaten. Oh. Het is your turn, Alex. Babe.
ze hebben de hele linkerkant daar. Niet alles. Oh ja, jij hebt ook wat, ja, klopt. Genoeg om het lastig te maken voor hen. Alex, bedenk nog gewoon plekken waar je veilig bent, hoef je geen plek op te zetten. Ja, 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 ja. Be smart about it. Je moet plaatsen zoals nu. Oh, wat is breed natuurlijk. Nou, maakt niet uit. Jij hebt me helemaal op een cirkel, Ben. Ja, sorry. Ja, ik loop eigenlijk ook niet echt op. Maar er gaat echt een question mark straks zijn hoe dat gaan doen. Dat maar één overgang is eigenlijk aan de overkant toe. Ja. Ik zit ook te denken van, of oh wauw. Kan je ja. Misschien vanaf de water aanvallen? Is dat, want nee. Je hebt een aantal plekken van het water. Dames, de bridge is zo belangrijk dat de bridge gewoon dat kan doen. We mogen straks proberen General District te krijgen, Alex. Dat is jouw taak, denk ik. Kijk, General District, ja, oké. Okay. Ik ga aanvallen als ik naar beneden. Als je wilt weten. Dus je krijgt mijn landschap straks. Maar is dat veilig, zo van? Still of 7, still dead. Wat ik wou nu zetten. Hier. Oh nee, dat ben jij ook hier. Oh my god! I am sorry. Ik ben overal ingebouwd. Alex, doe middenbrug zeg maar. Die pad. Het pad. De is hier rood, ja. Je moet Dylan proberen te pushen, soort van. Ik dacht zeg maar om hierboven bij die twee te doen, maar. Ik heb er nog. Want ik kan het toch niet zien. Het dood is nog 1600%. Nee. Ik zat gewoon hier, maar het was echt onmogelijk. Nee. Oh nee, dat is verloren. Fuck, ik zag die 4 van hem niet. Van haar, van die maakt niet uit. Dit is een enige plek dat ik niet kan. Oh shit. Wat? Ja. Yeah. De nacht fluisteren nu dat hij iets heeft gezien waar ik zit. Ja, maar dit is bullshit. Zij kunnen fluisteren. Nee, niet fluisteren, bitches. Gewoon luid praten, Dylan, want ik weet wat je bedoelt. Ik weet dat je zegt van, oh kijk, Thomas zit links onderin met 4 man, ja. Niet waar. Heb je wel gezegd. Ze heeft daar net 2 neergezet.
Alice probeert de main road een klein beetje de kant op te hebben, te pushen. Ik schat dat helemaal niet nut, want ik moet aan jou vernietigen. Ja, boeit niet, attack me. Please. Yeah, you can attack that one, boy! Do it, I dare you. Gewoon dat door naar links toe gaan. Probeer die vijf klein beetje te pijn te leiden. Kan ik hem makkelijker afmaken. Is de bridge vijf. Kijk voor Flora straks met die dingen. Zal ik de stench naar de shippers brengen? Ik zou het doen en daarna gewoon later gewoon je spul terugzetten. Je hebt, dan is die veilig, zeg maar. Oeh, en ik kan de plaza versterken dan. Nee, je moet Strange gewoon versterken, denk ik, of zo, denk ik. Of je moet plaza nu aanvallen. Als je nu aanvalt, kan ik misschien met General Market doorgaan. Is Guard Post veilig? Oh. Nice. Je moet wel straks even je bankkracht verplaatsen, denk ik. Dat is het beste dan. Van de Market Street. Of... Doe van Market Street naar Great East Road, denk ik. Want heb je van de rood kaart weer veilig te houden, denk ik. Dat is ook best wel. Naar Great. Helemaal rechts, zeg maar. Want dan kan Flora de tempel niet, zeg maar, doen op die manier. Hoor ik nou heartbeats? Het is als je tijd op is, ja. Maar ik heb mijn ronde al beëindigd. That doesn't make sense. Sorry Alex voor dit? Ja, yeah, doesn't matter. Ik doe het wel even, dan kan ik het verdedigen voor je nog, zeg maar. Flora tegenwerken. Ik vergat het still walking. Apparently yes, of course. Oh, why did I actually... Ik weet niet waar mijn daar zat. I don't know either. I see it like a... Yeah. Shit. Oké, waar kan zal ik gaan? Ik kan hun kant beginnen in te gaan. Hopen dat het werkt. Help. Och, okay. Netje verdedigen, Alex. Jee. Dan gaat ze nog een keer proberen. Oh my god! Ik kan die babel bovenkant niet pakken als ik het... Of kan ik dat wel? Ze gaat de bridge proberen te doen. Ja, Northwatch. Dus, do I go for Northwatch or for the General District? Ik kan me wel niet fijn zien, dat is zo dom. Moet je misschien F11 klikken nu? Nee, dat is niet wat ik... F11, dat weet ik nog niet. Ik zou dus kijken of de slums F11 krijgen. De slums gaat ze nu aanvallen. Hoe, dat is niet handig geweest van haar, denk ik. Via shipping kan je denk ik gaan straks, denk ik misschien. Ik ga er een mannetje achter jou zijn. Ja, sorry. Je kan het
kan op zijn minst. Oh nee, waarom doe ik dat? Six troops. Oh my god. Het gebied dat je hebt, denk ik. Je hebt 18 landjes. Floor heeft er 20. Je moet wel even Floris een klantje afschaffen. Als je Flora denk ik die kracht weg kan krijgen, daar zit dan. Hij gaat je aan van de lu. Ik zal dan boven langs gaan, Alex. Kan je misschien hopen dat je met die twee wint. Dan kan je vanaf die kant omgaan en dan is, heb je verdediging in ieder geval tegen Dillons. Denk daar een klein beetje. Ja, ik snap het. Zo, dit bedoel je het. Ja. Dan kan je nu die één pakken en dan kan je straks fortify naar één van die twee plekken doen. Zo van. Waardoor die gewoon Dillons straks weg kan pushen uit dat gebied. Als je wint, dan heb je geluk. Dan... Oh, jammer. Welp. Was te proberen. Zal ik nog bovenin wat doen? Je kan wat doen. Bij General. Maar hij is ook veiligd zijn, want ze heeft twee daar. Ze gaat ze misschien doorpushen. Yeah. Dat is ook weer gevaarlijk. Hou je mankrachten gewoon. Terug naar Shippers of? Oh nee. Ik weet niet wat Crit, die stoot is goed denk ik tegen Tempelrood. Maar voor Shippers, Shippers heeft geen concurrent hè, Alex. Shippers heeft geen concurrent hè. I'm sorry, there's so many names. Nee, maar Shippers heeft geen concurrent hè. Het is boven jij, links ik en jij rechts. Oh ja, lichtblauw ben jij, fuck. Oh, how did I know? The irony of that attack. What irony? Anders loopt het niet. Het is zo logisch wat ze daar doen. Oh, ik ben een handje away from there. Ja, dat mogen. Ga op die manier terug altijd. Daar moet je straks dat plekje krijgen misschien, Alex. De Market Street. Rechtsbovenin heeft iets geplaatst. Twee tegenover... Temple Road, bedoel je dat? Ja, bij Temple Road daar zijn naast, maar hij zit gewoon tegen 2-2. Aanvallen gaat niet verhaven. Ja, wat moet ik dan doen? Weet ik ook niet. Ik ben er weer nog even van. Ik kan helemaal niks doen. Helemaal niks. Ik heb hier niet echt veel te doen. Ik zet dat gewoon daar. Ik zet de rest maar hier. I don't care. Ja. Ik wil hier een beetje gaan. Dacht ik al. Nee, mijn best. Gewoon niet leuk. Ik zou hier wat dingen pakken rechts onderin, Alex. De slums. Dan ben je daarna wel je mankracht kwijt als je dat aanvalt. Ik zeg 3 of zo. Ik heb 3 hierop. Flora gaat ook nog punten krijgen straks, dus ja. Ze heeft die gebied bovenin. I'm thinking of also getting the top part. Weet je wat, nee, ik zet ze hier voor... Oh nee, dat ben jij toch? Ja, ik ben lichtblauw. Je mag straks dat pad hebben uiteindelijk, maar je moet eerst gewoon de uitroeien, soort van. Met de uitroeien in het gebied, dan...
Dan zou ik misschien al twee keer dingen verplaatsen als je die aanvalt. Zo met die drieën misschien. Kans dat je wint met drie. Ja, want kan je die vier kan je drie verplaatsen straks naar een betere plek. De vier naar... Eentje naar boven denk ik, geloof ze denk ik. Kan je straks toch aanvallen. Did they mute themselves again? Weet niet, hebben ze Discord gewerkt of zo? Het is stil. Nope, we zijn er nog. Ah, dat is een area, nice. Ja. Dylan is. Hou je mannetje. Dit had het echt serieus. I see an opportunity that Dylan just gave me. Ja. Zie je hoe Flora het pakt nu? Opportunity. Oké. Okay. Interesting move. Yes, indeed. Well, it's two birds, one stone, huh? I mean, it's two birds, kamikaze shit here, so. Yeah, it could be. 10 troops. I will gladly put them all here. Je mag ook great, de rood hebben. Great je mag ook de rood hebben oprecht. Je mag de rechterkant hebben, Alex. Ik ga de linkerkant. Ja, oké. And let's see. Can I use cards? Nope. Oh. Flora heeft wel drie kaarten. Ze boven gaan en dan naar beneden werken misschien, op die manier. Gewoon de roze pakken. Of blauw, roze, blauw, roze, roze, blauw. Gewoon zigzag een soort van teen gaan. Rechts moet je gaan. Ja. Naar beneden, links en rechts. Je zei toch dat je het automatisch kon aanzetten? Misschien kun je met de vier bovenin kan je ook nog aanvallen. What is happening now? Een pijltje om links en rechts gedaan. Je kan minder kans of zo dobbelen.
Oh. Met één dobbelsteen is het 1 tegen 1. Dus het kan 6 tegen 1. Hoe doe ik het dan dat het automatisch gaat dan? Dan moet je naar rechts toe totdat het blitz is, zeg maar. Blitzkrieg. Aha. Oké, en just for good measure. Dat werkt. Het is wel allemaal over heel weinig spul. Dus het... Ik zou die 3 laten staan. Is dat redelijk allemaal? Misschien die 3 rechts helemaal. We kunnen even plaatsen nog snel, Alex. Een paar seconden, denk ik. Die verplaatsen naar een plekje. Ja. 16 troeps gekregen. Ma? Is dat geen idee? Hij heeft gewoon een last. Ik heb geen idee. Ja, ik weet niet waarom hij naar het midden ging. Ik weet het echt niet. Surrender. We gaan straks nog een teampotje maken. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Up there, if you want to. How are your managers? Alex heeft meer gebied dan mij. Ze zitten 24. Ik heb wel meer mankracht. En doe ook een beetje Thomas inderdaad. If you can. I don't think so. Ik ga gewoon dit. Neem het serieus. Ik doe mijn best aan de dingetjes zonder communicatie dat er... Ja, ik weet niet waarom jullie niet tegen elkaar spreken. Jullie zijn tegen... Oké, de volgende ronde spreken we wel. Met wie we ook zitten. Ik shit. The question is, do I work myself up from the bottom, or... Ze wil boven doen, want beneden heb ik een soort onveiligheid voor. Ja. Oh, wacht. Heb ik kaarten? Yes. Ik heb nog steeds geen kruikaarten. Oh. Alright. Dus kan je naar beneden, beneden, links, dan beneden en dan door naar... 15 is wel genoeg hiervoor, toch? Ze doorlopen gewoon. Als ze opdoen, doorlopen, denk ik. En. Naar beneden, beneden, links. Links en dan zo naar beneden te gaan. Nee, boven, denk ik dan. Of de ene is waar ik sta ongeveer. Dus het is een soort van veiligheid, hoef je dan niet te plaatsen, zoveel mensen, denk ik. Nee. Maar 6 met die 20 vechten. Kijk hoe ver je komt. Rechts moet je pakken. In het begin van de kaart was ik echt aan het kijken naar wat de grijze vlakken zijn, maar het is soort van, maakt het soms wel ingewikkeld te zien naar wat precies wat raakt.
Do you want me to take this bottom part? Ja, ga je gewoon. Ik laat Alex gewoon alles doen straks. Oh shit, nee. Ik wil het ding achterlaten. Oh, ik heb een attack van meer. Kill. Cool. Kan dat? Ik zou het kijk zo goed. Oh ja, heel klein randje zit er. Oh nee, mijn tijd. Een heel klein randje zit er, Alex, oprecht. Ja. Heel klein randje. Oh, ik moest letten op de tijd, dan kon ik tenminste wat troepen terugbrengen, zodat ik die ene kon beschermen. Of course, Thomas. Not like they're gonna touch my tenor there. Well, bye to Flora's land. You mean yes, did you? Wow. Ha? Babe, misschien kan je nog land overhouden. Yeah, the best land ever. Je hebt nog tijd. Oh. I'm watching the time. You have time, just go to the bottom left part of it too. Oké, maar jullie moeten op zijn minst dadelijk elkaar wel vinden. Fair enough. Arme Flora. Although your time wordt reset, hè, Thomas. You were good. Je kan Dylan gewoon finishen. Finish after Dylan too. Communications love after this. Laat mij met rust. Oh. Yeah, just take mine 8 there. Whatever. Oh god, no. Oh nee, je kan toch apart zetten ook. Kom op, 75% van je tijd. Kom op. This dog is not leaving me alone. I'm actually giving you a huge advantage over me by this, but hey. I don't cry just yet. Yeah. 20% left. Okay, let's spectate these annoying motherfuckers. Alex, win this. Please. Oh, hij heeft nog 4 gekregen. Oh. Alex, do your best. You can win this. I know I can. Great difficulty because I have to cross the bridge, but hey. You can go around, you know that, right? Waar kun je omgaan? Gewoon die andere plek, hij kan gewoon achterlangs. Oh. Have fun. Ik moest oprecht de General District nog uit je handen halen, oprecht. Alex, als je die had, dan Alex, maakt het echt gevaarlijk. Hoeveel mannetjes heb je? Wat? Hoeveel mannetjes heb je? 17. Probeer... Tenminste 15 bij de 10 te zetten, 3 bij de 1, of 2 bij meer bij de 1 en een paar bij je 8. Misschien kan je hem op zijn minst proberen bij je locatie uit te roeien. En ook nog bij die 1, ja. 7, 6... 12. Kate. Alex, je kan het. Niet blitz doen, gewoon normale dobbelstenen gooien. Oh my god. You are one lucky ass bastard. Oh. Ga je dat echt proberen?
Ja, en probeer wat je dadelijk overhoudt, probeer dat allemaal bij die 2 te zetten. Oh, he's not gonna attack? Ik put 3. Bijna tijd. Oh! Alex, you're dead. I'm dead? Why am I dead? You will see. Oh, yeah, all right, I see what I'm... yeah. He's gonna try to steal everything now. Nee, ik ga alles blokkeren dat ik niks spitten krijg. Yeah, I see what I'm dead. Alex, surrender, just throw in the flag. I can also get lucky by getting like 10 recruits or shit from my cards. I hope you are, dude. Je ziet toch welke kaart je hebt momenteel, dus... Oh, is dat wat een random was? Oh wait, never mind. I'll kijken of het werkt. Nope. Alex is doomed. Maar het is gewoon precies dat ik al die territoriums gewoon in ben gevaard. Ook al met soort slappe teams. Het heeft genoeg gedaan. Kom hier. I want to spank you. Spank. Spank, spank, spank. Nee, het lag echt aan hoe de begingame ging. Als Alex het gebied eerder had, soort van, en ik had langer gevecht. Want zijn gebied kan 20 punten geven, mijn gebied kan maar 16 punten geven, plus de 3 van de brug, dus 19. Deze laat ik ook niet met Willen jullie hierna nog een potje of? Sure. Doen we dat Japan of de normale wereld? Een van de twee. Hallo. Nog zien het oudste gewoon. Hij probeert te spelen. Ik weet dat hij geen plek kan terugkrijgen. Oeh, moet luk hebben om dit te winnen. En als je het wint. Het geeft geen zin, hè, want je hebt geen, yeah. Je hebt geen coins. Fortify gaat starten straks. Je wilt gewoon verliezen, jij. Ja. Yeah. No chance. Dan kan hij net zo goed surrender doen. That's not fun. Let Thomas have fun a little bit. Fun? Fun? Why there? I want to see you bleed. Oh, Alex is... Yes. Alex is gonna bleed for sure. There's not a lot. Not a lot. My god, Alex, you are finished after this.
Pharma Apex. Ik kan even vanaf daar vechten, oh fuck. Ja, Thomas is niet alleen een Genshin nerd, maar ook een Risk nerd. Why? Nee, dat is gewoon strategisch nadenken. Sorry, maar dat is waar. Het is gewoon strategisch nadenken wat ik gewoon dat doe. Is Risk. Dylan, heb je niet een patroon gezien dat ik deed elke ronde? No. Als je even de kaart ziet, toch? Dan heb je even de linkerkant, heb je Major District en de Western Ruins, toch? Ja. Ik heb daar dingen gedaan en daardoor hebben die niet gewonnen van mij. Wat gedaan? Nou, in die eerste Major District heb je dus helemaal rechts een dingetje zitten met een links landje. Voor de rest zit er aan dat laatste landje zit er niks aan vast, behalve die twee voor hun. Dus ik heb die twee naast elkaar heb ik gehaald. Waardoor ik dus mijn river kan versterken, gewoon major kan versterken. Town Hall van jou won, zeg maar. En river is kwijt. Die is gewoon nul. Daar hoef ik niet meer naar te kijken, zeg maar. Dus ik heb Town Hall heb ik. En major en riverboot zijn allebei gewoon klaar. Die hoef ik geen krachttrucks op te zetten. Finish dus, me. Of daar hoef ik dus verder niks te doen eigenlijk meer. Ja. Yeah. Okay, end my suffering. No. Please. He's gonna leave Alex with one land. Oh, dat wil jij doen met mijn eerste game. Well, hij gaat het echt doen, ja. Dat is letterlijk wat Dylan deed met de eerste club van mij in hem. Bye, Alex. Hi, ik ben vind ik lekker. Heb je je laptop uitgedaan? Nee. Wat? Oh? Ja, toen is het goed, het is gewoon wakker. Ik moest mijn telefoon opladen, zometeen. Mijn laptop zit niet meer op de lader. Arme Alex. He's gonna be left with one complex. Een fijn meisje. At least Thomas is giving Alex still a fighting chance. Nee, what do you mean? Aanvallen. Ik wil gewoon allemaal krachten op één ding zetten. Imagine if there is like a card that you can get like 100 troops off. Nou. The ultimate comeback. Ik ga gewoon Alex inbouwen. Gaan we inbouwen, gewoon langjes boven hem laten groeien. 10 troops, let's go. Okay, Alex at least has some troops. And I'm gonna let you have some fun. Hé Thomas, je had toch Alex inbouwen? Oh wauw. Gaat hij dat echt doen? Ja, blijkbaar. I'm gonna play the chance game. Gewoon met één dobbelen, zeg maar. Heel dat kijken of je ook goed maakt. Ik heb echt gewoon een gehad, dat hij gewoon dat gewoon een plezier vindt. Hey. Ik hoor de hele tijd 1 en de ene keer dat ik het goed heb is het een 6. Wow. 56 troops. Arme Alex. The slums are now filled with military personnel. What? What? Why? Is you want suffering? No. You want suffering? And this is all gonna be on YouTube. Aww.
There's no way you're gonna win that with three people. Hey. Fuck. All right. Lucky throw. 24 times in a row. Let's go. Nope. Thomas is just gonna keep me here. Hij kan eens aanvallen met die 111, dat is het ergste nog. No! Oh my god, this guy. Battle log. Okay, let's see the battle log, shall we? Ik doe gewoon de classic map. Or which one do you want the most? Japan. Okay, Japan is. We go to Japan. Dan gaan we gewoon uitspreken zo van. En geen alliance gewoon. Gewoon. Let's go gewoon. Iedereen afmaken. Sure. Mijn karakter is ook Japans. Heb je Japans icoontje? Ja, die van mij ook. I'm Rowan Thomas. Wacht even, set up auto, niet manual. Ja, als het goed is wel. Oh, oké. Okay. Set up auto, dat betekent dat we dus niet kunnen kiezen van waar we gaan starten, toch? Nope. Hoezo dat? Oh, heb je dat al gedaan? This time the land is gonna be choosed for us. Oh no. Oh well. Ik heb zo'n terrible placement, this. Denk ik dan. Let's see this. Oh my god. Wow! Wow! Oh my god! What is this? Ik heb de eilandjes bijna. Je hebt de eilandjes. Oh, nee, je hebt de eilandjes. Ik ben ook best eerst ook nog. Ik heb de grootste plekken. Ik heb Hokkaido. Ik heb de grootste plekken ever. Waar zit je dan? Heb ik ook Kyoto? Ik heb Kyoto, denk ik ook. Jujutsu Kaisen Season 3 confirmed. Niemand mijn Hiroshima bombarderen, hè? Where's Thomas gonna go? He's gonna take that one. Tuurlijk, waar? Oh, er was die map waar ik gewonnen had. Ja. Yeah. So maybe you can win again. Nou, zie je niet waar allemaal mannetjes zijn gezet? Oh, of course. Thomas gaat zo erg weghalen. Ja, wat moet ik anders doen? Kan hij eens aanvallen met die 5 man? 6 daarboven rechts, Jesus. How much points is that worth? Oh, ik hoef niet eens met Alex te concurreren bijna. Klein beetje. Jij kan misschien die bogus. We mogen niet alliance. We're just free for all this shit. Oh, niet. The fight for Tokyo. Waar zit Tokyo er weer tussen? Ja, Tokyo, ja. Alex of Tokyo. Ja, yeah, I see that. Osaka. Hiroshima. Ja, maar Yamaguchi, daar ben ik geweest. Ik ben overal geweest. Je hebt Miyagi, je hebt Karate Kid. Dat is Miyagi. Sorry, ga ik nu iets heel raars zeggen, maar is Karate Kid niet China? Weet ik niet eigenlijk. Karate Kid, met de 4 gewoon, what the fuck ben je doen? I'm unsure, man, I'm shaking. Oké, ik ga niks meer zeggen dan. Alex heeft een gebiedje nu. Sure. Ja, jullie mogen elkaar trouwens niet eens helpen. Fuck jullie. Ik help hem niet om mijn beterschap te krijgen, soort van. Ik ben helemaal niet bezig.
Dat is meer van gewoon wat logisch is. Ik zou ook jou moeten helpen als ik iets zie hoor. Dat doe ik ook wel. Ik vind het gewoon leuk dat duel rechtsboven te zien waar ik gewoon niet meer bezig ben eigenlijk. Die liggen met 6 aanvallen, dat is oké. Flora het minste gebied, maar dan gaat ze weer omhoog krijgen, denk ik. Waarom moet ik naar toe? Ik weet niet dat ik anders doe. Nee, dat was per ongeluk. Oké, we weten in ieder geval wat Flora kan doen straks. I want to play Tobos away from me. Wat moet ik doen? I don't know actually. Of vooral nergens wat. Ja, ze heeft wel best wel goede placement toch? Okay. Alleen maar die rest onderin, 4 is een klein beetje irritant voor haar, denk ik. Ja. Yeah. En die 2 bovenin. Maar voor de rest, ze heeft de bovenrand. Oh, ze heeft een beetje helemaal bovenin ook, ik zie het niet pas. Dat is bij jou, dat moet toch opgewerkt hebben. Hey, daarboven nog eentje. Yes, kill the fucker that keeps winning. Well, actually, Thomas doesn't have much land. Well, don't do that. Ik heb het minste land, ja, ik heb 10 maar. Stop it! No, leave it alone! Dus je gebied. We could actually finish him out this time. Probably not. Don't expect it. Interesting. Why? Move. Because I just wanted. Oké. Thomas, je hebt 5 bij die eilandjes, is echt heel irritant. Kom op, laat mij met rust. Nope, he's not coming. Not by the bus! Me! Of course! You son of a dick face! Yeah, of course, dude. Oi! Alex got attacked. He's weak. Leave my Tokyo alone. What? Are you gonna try to take back your country? Dat is nu nog zo rommelig. Ik ben nieuwsgierig wat Alex gaat doen. My guy, are you thinking that hard? Okay, that took very long. Jesus. Links onderin gaat hij. Oh wacht, ik had die 4, fuck. You can play me away from there, but I don't get kicked. Ik ga je grap actually nog mannetjes hebben om mij weg te halen. He's not gonna do it. Yeah.
apparently. I have a punch to launch from the lift. Gelukt nog een. Maar was hij aan het druk worden of niet? Ja. Hoeveel mannetjes... Wat gaat Dylan nu doen eigenlijk? Oh ja, wacht, shit. Floor heeft toegang naar mijn link. Shit. Nee, wat? Never mind, don't worry about it. Ze kan niet van Nagasaki naar Kumoto gaan vallen, hè? Dat is heel raar daar een stukje. No, nee, no, no, that's not what I'm talking about. Oh, die van Misaki naar Wakayama, bedoel je? No. Dat gaat in mijn gebied. Don't worry about it. Oh, hij verliest af. Oh, I could just eat the whole area up. Thank you. Flora Stern. Waar gaat Flora omstrijden nu? I think actually Flora is gonna make a comeback, to be honest. Dus als jou aanvalt op die manier, ja. Hoeveel mensen kan je daar plaatsen? Oh god, no. Ah, zie toch dat mijn beeld niet zo. Zag ik niet hoeveel mannetjes daar beneden zaten? Zes. Ah, waarom zie ik hoeveel of niet? Zes staan daar, lief. Er staan zes mannetjes beneden daar zo. Mijn heeft nu Dylan aangevallen via buitenom. Van Chiba naar Miyagi. Oh, zal het gelijk door Alex met aanval? Nee. Dat is niet handig, daar heb ik ook 6. Zou gewaagd zijn. Gaat ze weer proberen mij aan te vallen? 5 tegen 6. Dat is 4. Oké, okay. Thank you. Unsi. Hoeveel alsjeblieft. Hoeveel troops heeft Thomas? Ik heb geskipt. Hij heeft 10. Mijn computer is te klein voor de game. Zet je UI dan kleiner. Je hut. Oeh. Zeg ze. Ga naar settings. En dan ga je UI scale, zet het helemaal naar links. Thomas, verkaar de heer. Thomas is gonna grab your ass. No Hokkaido for you. That's Hokkaido, right? Should be. No Imus for you. The Imus belong to me. Oi oi, mi oi oi, mi oi oi. Oh, Alex. Wow. Of course. Yay. Alex is gonna go for Thomas. Yay. Wauw, schuldig op dat. Nee, hij gaat voor het gebied daar zo. Nee. Smart. Niet. I think actually Alex is maybe gonna be the one who's gonna be winning. Dat jij niet een goed job doet, Dennis, aan het punt. I fucking kind of take your Magucci there, okay, whatever. Ga maar voor Flora dat ziet. Wat is er met me? Of ze deze situatie ziet wat er gebeurt. 7 punten krijg Alex nu. Er zitten zoveel gaten in. Ja, inderdaad.
Wow. Wow. Neat. Yeah, I just noticed, you... Ik zie zoveel, wat heeft hij verplaatst? Dat is van daar te verplaatst, oké, okay, wauw. Nee, nee. Ik zie nu pas dat je vanaf die fucking eilanden ook naar het mainland kan gaan. Voor... Ja, je moet het een beetje inzien op die manier. Of ik heb dit een 5 voor het gebied. Leave me alone. Prima. Wat prima, liefste. Ja, dat is toch logisch, je hebt maar 10 areas. Oh. Oh, she is gonna go for Thomas. I wanna be safe! Is she gonna attack? Nee, ze versterkt haar gebied. Oh, Leave me alone! Now is Thomas gonna focus on her. Leave me alone! No, he is taking my mainland. On the left. That's what he's going to do. Yeah. Well, goodbye, Alex. Have fun. Goodbye, hij is nog aan jouw kant ook nog. Yeah, I know. But I mean, like, have fun getting that back. We want ook eiland. Dat is ook die benedenste eiland? Weet je hoe alles op een stuk naartoe gaat? Oh my fucking god. Dat is maar één route naartoe, dat is toch onmogelijk? Alex, kan je daar nog steeds wegjagen hoor? Ik. Hoe? Nou ja, hij heeft nu allemaal eentjes op die eiland, maar dan komt hij van rechts. I fucked myself. Ik kan van allebei de kanten van links. Ja. En je kan van rechts dan komen als ik naar links ga. Dan moet je ook focussen, Alex. Ja, nou, ik was veel te veel gefocust op die eiland, op die fucking dingen daar rechts van mij. Unless if I get like, oh, no matching cards, cool. Ik heb ook geen één freaking kaart of wat deze keer. Als je geen battles doet, dan dus heb je ook geen kaarten. Anders kan je het safe spelen altijd. Maar wat voor een battle moet ik doen met zo weinig poppetjes? Dylan's kan aanvallen. Waarom altijd mij, US? Ja, Dylan zou ik weer kunnen aanvallen, ja. Maar Dylan's kant was zwakker. Dat is het punt juist. En ik heb momenteel geen interesse om jou te vermoorden. Want als ik jou vermoord, dan word je in het rechtergebied ergens afgemaakt. Daar heb ik geen zin in. Ik wil jouw kaarten hebben. Ik wil jou afmaken. Wie wil je afmaken? Wil je Flora afmaken? Ik wil afmaken voor de kaarten. Voor de rest, ja. Arme Flora, hij wil jou pakken per se. Nee. Dit is per se. Oprecht. Ik ga met die drie zo niks doen tegen Flora. Dat is wel koud dit. Give me my island back. Ik heb wel een ideetje eigenlijk. Nee! Oké. Oh wacht, nee, ik heb niet goed tijd. I can't do that. Shit. Oh, no, that's what we need. Let's do that, sure. Oeh. Flora naar achtergrond. Ik hoor Flora aan de achtergrond. Ja, yeah, Dylan, join the party. Komt Alex afmaken, daar is er links. No, fuck off. Ik ben de bovenkant van Alex. How? Via de zin. Ja. Damage! Doe het! Don't attack her! Goed zo, genoeg! I need to listen to your girlfriend, you fucking simp.
daar gaat ie. Oh ja, fuck, daar is het ook een pootje. Die fucking... De UI is te groot, man. De UI is te groot. De hut. Nee, het is best wel te doen. Je moet ook even rondkijken, weet je wat je toe moet gaan? Flora ziet het, Flora, doe het. Doe het! Make him suffer! Don't fucking do it! Yes! Make him suffer! Flora gaat van bovenaf spelen! I feel sad for Alex. Oh, en deze wil ik verliezen. Boeit niet van Dylan kon het oppakken. I feel sad for Alex. Dan zou Dylan het helemaal krijgen aan die kant, dat is ook weer onhandig. I'm not focused on that side, so if you want it, Thomas, you can have it. Wat? Linkerkant? Dat bovenplekje. Nou, ik weet dat hij sowieso de ene eilandje van me gaat pakken. Dan gaat hij... Yeah. Jou weer pakken, Dylan. Ik moest letterlijk gewoon tot hier zo nemen. Now he's gonna focus on you for now. Looks like it. Well, also looks like he wants to attack me. But... Ik heb dat ook niet. Kom op, Thomas! Jij moet anders maar winnen, niet Alex. Ik moet altijd winnen. Alex has no chance of winning now. I mean, I still do. It was just stupid of me to move my fucking troops, but hey. Eigenlijk kan hij het zo weer terugpakken, eigenlijk. Ja, oké, hij kan het inderdaad wel weer terugpakken, because yeah, he has 4 cards, and I don't know what he can, and how many he can. Ik vind het irritant dat ik geen kaarten kan krijgen. Oh, Thomas! Mijn wereldje daaronder moest pakken met de 3. Dan kon je dat moment niet dat gebied geven, sorry. Ik zie Alex wel eigenlijk iets doen. Gaat hij voor het middenste gebied nu, Alex? Ik weet dat hij voor gaat. Alex gaat heel anders, gaat voor Shubu. Dan gaat hij mij aanvallen, luister. How did I know he was gonna take that part? Oh, als hij nu op Flora had gewakken, dan zie je... Oh! Flora met de arme vier dingen daar zo. Gaat hij Dylan invallen nu? Ja, hij gaat denk ik dat grote eiland pakken, want dan krijgt hij best wel aardig veel mannetjes. 8 punten krijgen we ervoor. I'm a chance it. Shit. Je weet dat Dylan met heel veel mankracht nu straks gewoon jou kan overheen lopen. Straks weer daar aan die kant. Ja, yeah, I'm just having fun. Yeah. Je bent gewoon te ver. Jij gaat gewoon achter mij aan. I'm too much a better person against you. Alex is alles kwijt dat raak oprecht hier zo. Hij is boos op Thomas. He's taking revenge. 4 te 5, 4 uit, hij gaat het geen boven afgeven aan Flora. Of Dylan pakt het nu. Don't dare! Oh nee, Dylan gaat ervoor. Oké! Okay. Oh, wait. Ah! No, I'm not doing that. Ik vind het mooi dat Dylan dat systeem ook begrijpt. Gewoon om gewoon soms te zeggen van... Ik ga 1 keer aanvallen, kijken of het lukt of niet. Als het niet lukt, dan ga ik gewoon stoppen gelijk. Voordat ik alles kwijt ben. I want this part! Oei. What's that? What's that noise? I was in a weird mood. Can I win this? No! Dylan's RNG is just 0. Okay.
Why did you fortify? You still could have taken it. With what? I have like only one there. I'm not gonna say it, but hey. Wil niet de verloren dood gaan. Ga ze echt proberen terug te pakken. Flora, ga niet dood. Flora, ga niet dood. Zeg ik alvast. Ga niet dood. Niet. Niet doodgaan. Ik wil niet dood! Hou die monk achter daar zo. Leave me, if I say that. En okay. This is where I lose the center of the map. Is Alex gonna be ended? Nee, dat nog niet. Wel de volgende ronde. Oh yeah, Thomas is just preparing for it. Oh my god. Never mind, I might be ended this round. Alex might be ended indeed. If Thomas gets lucky, do it for the content, Thomas. End me this round. I challenge you. Oh, ga ik do it for the content. I feel bad for Alex. Goodbye, Alex. Gaat hij Dylan overnemen? Hij gaat Dylan overnemen. No! Come on! I'm helping! Ja, kom! No! No! I'm Alex, he's gonna be finished. I'm gonna be finished? Yeah, you're gonna be finished. Since when am I finished? Always. Because Dylan leave, because I'm gonna get is Thomas gonna finish Alex? I don't think so. Nee. No, are you gonna let him leave? Hij heeft niet zoveel. En Flora moet goed opletten. I think Flora Alex moet goed opletten. Flora moet goed opletten. Take it. Straks. Maar ik ga geen mannetjes hebben daarvoor. Flora, oh, kijk op, kijk op recht bij Chunku. Wat? Nee, nee, nee. Oh, he's gonna do that, huh? Don't you dare! Wil je het terugkrijgen? Don't! I'm gonna be so angry now. No! Ik ga gewoon. At least all let's play Alex out of here. No! Dylan, oké. Dylan, pak die twee stukjes land terug bij jouw gebied. Beneden. Pak het! We gaan alles gewoon met z'n drieën aanvallen boven je rest. Zolang, oprecht, zolang jullie allebei in je gebied blijven, gun ik jullie Chunku en Kansai. Ik gun jullie het allebei. Maar als je verder dan dat gaat, je hebt oorlog met mij. Als je verder dan die grenzen gaat, dan ga ik je afmaken. Nee, ik ga niet verder dan die grenzen. Waarom zit je een beetje vrij? Because I want that land. Want ik wil oprecht het gevecht zien rechtsbovenin met een paar handjes. We gaan aan het vechten zijn oprecht. Ik wil het zien. Ah, dat is mijn dekker, man. So I can take this one back? Ja, en die rechts ook nog. Dan moet je niet hopen dat Alex straks nog voor die tijd iets anders doet en jou tegenwerkt. Ik wil gewoon het gevecht zien tussen deze mensen. I will just go lay back and watch for the show. Straks gaat Flora Dylan nou vallen van links. Straks moet Flora Chunku gaan pakken en dan gaat het leuk worden. Weet ik eigenlijk niet. Waar je 3-2-2-2 liggen. Je meeste blauwe landjes. Die ene mag je oppakken, zeg maar. Maar als je over de grens gaat. Je bedoelt Yamaguchi. Nee, Chunku, dat is. Ja, Yamaguchi, ja, dat is Yamaguchi. Ze mag Yamaguchi wel hebben. Want ik wil gewoon het gevecht gewoon zien. Gewoon
Als ze niet doodgaat nu, zeg maar, daar zo, dan wil ik het graag wegzien wat er gebeurt. Moet jij die nemen? Ze mag die nemen. Alleen maar, hij gaat er nergens zitten, want dan ga ik nu een oorlog bovenin krijgen met Dylan, Flora en Alex. En dan heb je gewoon Flora en Dylan ook straks nog gaan vechten tussen elkaars gebied. I won't try it. Oh my god. En Thomas gaat iets heel leuks doen. No. Ja, Oh, huh? Waarom doe I'm going to sit back, relax, and okay, see how all you people are doing about this shit. Oh god. He's not gonna attack. Oh great. I have ears. Ik ga alles aan de kant zetten. Ik ga alles aan de kant zetten. No! Ik wil zien hoe dat allemaal uit gaat lopen voor dit uiteindelijk. At least Alex is gonna try to attack Thomas, I know it. In het blauwe gebied mag ik best wel hebben, maar als je het niet mijn gebied oppakt. Ik ben de king van Zuid van Japan en ik heb gewoon twee gebieden gewoon weggegeven aan andere mensen. He's taking my territory. Oh, dit gaat mooi zijn. Als Alex nu gewoon bovenin heeft straks. Gewoon het gevecht gewoon tussen de laatste drie gebieden. Oh. Shit. Dit is gewoon leed. This was stupid. I didn't want this. I was hoping we could finish him this round. I just want to sit back and look how you are going wrong with this shit allemaal. Ik wil de ene kant hier hebben. Welke kant? Daar beneden, zeg maar. En onder je mouth. Mm-hmm. Daar. Dan die roze licht. Die roze donker en die kantje. Oh nice, ik heb mijn territory daar nog. Wauw! Ah, ze hebben alleen maar eentjes opgelegd. 13-13 of wat? I lost all my 10. No, I lost 8 of my troops. That I got. Oops. 7 van mijn troops. Ik vind het echt mooi om te kijken, gewoon jullie drie bij elkaar eens meer mantroep hebben dan ik. Is dat die 15, 25, 13 en gewoon 67? Dit is het bovenste eilandje nu. Gaan we elke ronde doen? Yes, motherfucker. Thomas, if... What is it doing? If you can finish him, just do it. Oh, wait, maybe... He's not gonna maybe do it, because all he's gonna do, Dylan, he already said it, is he's gonna enjoy this. I'm definitely going to enjoy this. En de longer, and the longer that jullie terughoudt, hoe erger jullie gaan verliezen. En Shizuka gaat gewoon mijn hoofdstad worden. Straks wordt gewoon kracht. Mag Flora die land hebben waar ze nu de mannetjes gaat zetten? I don't care, als het maar niet mijn gebied is waar het links helemaal is. Okay, dat blauwe gebied rechts, maar boeit me niks, zeg maar eigenlijk. Maar alles wat beneden is, soort van, dat boeit me wel. Ik wil mijn drie territoriums houden, dat is het. En Shizuka. Dat is Shizuka. Me. You're not taking my Tokyo.
Daar is mijn Tokyo nog eens slecht gewoon. Take us, Tokyo! No! No! He's gonna be down. Jujutsu Kaisen Season 2 will never happen now. Floor krijgt 10 punten per keer nu en Dylan krijgt 8. Oeh. En als Dylan het gebied pakt, krijgt hij 5. En I'm about to get a single troop. A single? Nee, hij krijgt nog steeds 3, toch? Oh, Thomas heeft ook 3 kaarten nog. Kijk hem daarop versteund dat ik daar niet langs voel. Kijk hem gewoon zo van, hey, this is my site, you will never come here. Nou, ik ga hem ook niet aanvallen. They don't see what you're doing. We know what he is doing. He is building up an army so he can just swipe up. Nee, ik ga enjoying the fight between you two. Dat is alle punt. Want als ik wil, kan ik makkelijk gewoon allebei de gebieden invliegen. Oh, Alex is gonna do that. Alex gaat slim zijn. Die gaat gewoon in een aanval in zijn hoofd slaan. Oh, he can do that. I don't care. You shoot, because 5 punten en je hebt hoe kan je heb je nog niet. Four tops. Ik krijg geen kaart als ik niet aanval, dat is al een punt. You have still 3, so that's fine. Yeah, not fine. Yeah, I almost wanted to fight. Well, that was dumb, but okay. You could have had me, Dylan. You could have had me. Dylan, je had helemaal links een drietje, die kon je gewoon gebruiken, maar goed. Don't you dare! Nee! My boy is dead. Alex, het aantal 22 gebieden is een klein beetje overdreven daar, hè? Van Dylan. Als ik verloren zou zijn, zou ik niet op Yamanashi proberen te verwachten dat iets gaat gebeuren met dat plekje. Why there? For my. Ik kan niet iets. Oh, my ass hurts. Just look at Thomas gonna fortify again. Again, huh? On my side, and I don't like it. What are you doing, huh? Your foot. I wanna be alive. No! I'm so scared. Is he gonna attack? No. Ja, ik ben dood, hè, jongens. Hij is wel weer aan het werken. Oh,
Ja, Alex is dood, dat was de bedoeling, hè? Ik dacht dat hij de oorlog tussen ons eerst ging nog kijken. Oh, misschien doet hij dat nog wel, ja. Ja. Dylan heeft meer land dan mij. Daar moet je wat aan doen. Maar hij is eerder, hij gaat nu uit. Ja, maar jij kon Kansai net aanvallen. Nu gaat hij de reinforce op Kansai, dus. Heb ik een goede kaart gekregen, Bout? Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dit is de laatste, want hierna wil ik even de... ja, Genji wil doen. Ik heb nog 2 uur. Het is al 3 uur als je tot middernacht gaat. Voor even dacht ik dat Dylan Bertus zijn ding gaat. No. He's gonna wake the sleeping dragon. Beter dat hij niet die aanval had gedaan. Dan weet ik wat ik ga doen. Maar... ja, dit betekent wel dat ik Tyoko kan pakken. Nee. Hij gaat hem niet meer punten krijgen dan mij. Dat is wel een punt. Kom hier. Papieboe. Oh, dat kan daar niks doen. Nee. Wow, oké. Ik kan best wel gaan dat het campje van uitziet die kant op. Maar ik laat Dylan niet binnen van mij. Tubbel shift omsingeld en... Dan kom je gewoon, gaat ze weg van mij naar... Oh. Nee. Dit vind ik geen mooi gevoel om daar heel veel krachten tegenover mijn ding te zien. Thomas, you're the worst, man. Oh no. Hey, we did not attack you! Nee, ik laat je ook niet meer land krijgen naar mij hoor. You dickface. Wat dickface? Je zei wat, Thomas is literally being Japan. He is literally being the country of the rising sun. Oh my god. Je zei wat? He just betrayed China. He just betrayed Korea and China. Had je commentaar op mijn acties? Or was it Russia and China? Whatever. Had ik commentaar op wat? Ik hoorde iemand zeggen dickface of zo tegen me. Ja. 111 mankracht heb ik nu, Alex. Maar ze laat gewoon Florian door gewoon een soort van ruimte geven. Oh, I think Thomas will have something to say about that, Dylan. Ik weet niet wat een blitzkrieg is. Ik heb 2 keer zoveel troepen als hem. Ja, oké, maar... En ik laat hem ook niet meer troepen krijgen dan mij. F. He really doesn't see it. He really does not see it. No, I don't. What? Did you just lose that? He didn't see it! Oh my god! Dylan! Dylan! Oh, you have 5 cards! Nee! En verloren ook nog, omdat ik nu gewoon 2 kaart kan terugpakken tegen jou eigenlijk. Ik ben Mika afmaken. Ik wil naar Archie terug. Ik wil Tokyo terugkrijgen, Laura. Welke? Niet mijn Mii afmaken.
Mie. Mietje. Gaat toch naar Tokio? Ja, sorry. No! Actually, yeah. Take Tokyo from Dylan. Take Tokyo from Dylan. Oh, Tokyo! Wat de Tokyo Tower. Och. Ze gaat gewoon balzinnig om Dylan geen kaart te laten geven. Dylan gaat na deze ronde misschien 3 dingen maar krijgen. Wat? Is het dan eruit? Dit is uit. Hoe is het niet? Leuk, ben ik vandaag geweest of zo? Ben ik onaardig geweest of zo, Alex? Niet dat ik dat heb gemerkt. Oh, jammer. Dylan is uit de game gegaan. Hoezo? Geen idee. Waarschijnlijk omdat ik op zijn land ben gegaan. Hij had een kans om te winnen, maar hij was druk met de aanvallen. He got tunnel visioned. That's what he did. Dat is met iedereen met jullie. Kun je het allemaal makkelijk inmaken. Ja, dat wel. Uit de PC afgesloten, zo. So. Did you really rage quit that hard? Like where? Hij zit op Genshin. Oké, okay, maar dan gaan we het goed in dit. Sorry nou, voor... let's go Thomas. ik vond het wel een leuk idee om gewoon te wachten tot jullie aan het vechten waren. Ik had elke keer een gebied wat opgepakt en dat Tokyo het laatste dat gebied echt gewoon een slagstijd zou worden, zeg maar, daar zo rechts onderin. Maar dat was mijn tijd. Hij wat gaat wel de robot wat. Doen? Is de robot dit? Ja, is de robot. Hij plaatst boven wel. En midden. Ik ga nog niet serieus bezig zijn. Nee, ga je toch vinden uiteindelijk. Ik heb 75 man, ik heb 75 man troepen. Ik was tegen hard heb ik het gewoon geslagen op de pan. Ik heb eindelijk deze eiland die ik de hele potje wou hebben. Ik ga zo ver hoe ver ik maar kan. Dus daar. Jullie veroveren alleen maar een gebied, maar ik denk niet nou om punten van iemand anders af te spelen. Ik heb gewoon links onderin 1 staan vorig jaar, Alex. Had je gezien met Dylan? Dat ik dat niet zag. Ja. Zeven, hoeveel punten daar zo krijg? 4 punten extra. Kom op, Thomas.
mij, laat me voor heel even nog genieten van mijn lunchje. Oh god. Sorry, technisch gezien, ik moet wil je afmaken dat niet die andere persoon afmaakt. Kan dat iemand in één keer dit? Ja, je krijgt je troep. Ja, want ik krijg ook gewoon een extra tijd nog. En je krijgt troeps. Gewoon allemaal daar, poef. Ja. Je kan het in één keer afmaken. Boven, dan eentje ernaast, dan eronder en dan die andere twee. Ja. Alright. Let's quit this stupid ass fucking game. Ik heb aan de hand gevonden. Was geïrriteerd, was leuk, was wat dan ook. Ik heb er genoeg van gehad. Alright, let's start up PlayStation Remote Play on my PlayStation itself. Goodbye, ik ga Genshin. Waarom ga je dan weg? En we gaan ook Genshin. Oh, jullie gaan. Ja, dan kan ik nog wel een ding eens blijven. Ik blijf gewoon Disc 2. Accounts.